Dag lieve vrienden, hoe is het daar? Hier zit helemaal heerlijk. Ja, wat heeft Ahmed alweer opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Laten we snel eens even gaan kijken. Oh, iets drinken uit. Kijk, hier staat het dus op. Naast dat je op het plaatje ook bananen ziet. Staat er ook gewoon op banana flavor. Hier staat helemaal niks op. Helemaal niks. Allebei deze drankjes komen uit Japan. Hoi! Bananendrank. Melkdrank. Ik heb het even opgezocht. Melkdrank. Wel leuk dat we een keer Japanse producten hebben. Eens even kijken. Hier beneden. 1, 2. 1, 2. Deze zien we al, dus laten we even de Japanse melkdrink gaan drinken. Hier. Oh. Nou, dat ruikt niet eens naar melk. Oh. Wat is dit nou? Hé? Het dopje vliegt eraf. Hier. En dit. Zit er nu ook en dan denk je, nou, dat gaat dat niet goed. Maar dat zit ook dicht. En ja, dat kan je er ook niet afdraaien. Dus we hebben hier Japanse bananendrink opgesloten in een flesje waar ik niet slim genoeg voor ben om die open te krijgen. Oh, nu heb ik het dopje ook kapot gemaakt. Of moet je dat hier dan inbeuken of zo? Ik geloof dat ik. Ik het heb gevonden. Dat was de bedoeling, dus ik snap hier niks van. Maar ja, ik kom uit Japan en de meeste dingen uit Japan snap je niet. Maar in ieder geval, het is open. Bananendrank met prik. Lekker man. Tenminste. Oh, kijk, het is een balletje. Nu snap ik ook het hele vormpje van het flesje. Ik heb er een balletje in geramd. Dat is natuurlijk een beetje een raar land. Bananendrank met prik. Precies Pieter Ambon zonder alcohol. Het is echt, wat zit hierin? Kijk, want het is wel eens allemaal in Japan, maar het is wel allemaal netjes ook in het Engels vertalen erop. Hier zit water in, suiker, ja, kunstmatige smaakstof en kleurstof. Hier heeft geen druppel banaan, is hier in de buurt geweest van dit drankje. Hier heeft geen millimetertje banaan in gezeten. Het is gewoon een spuitje bananensmaak. Ja, een beetje bronwater. Is het vies? Nou, eigenlijk niet. Is het lekker? Eigenlijk ook niet. Maar waarom dit nou in zo'n moeilijk flesje moet? Japanse drank. Twee, 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 twee. Dit is dus die melkdrank. Dat heb ik ook achterop gelezen. En daar zit ook al een heel klein. En dat zie je niet, maar een vies schuimlaagje op. En ik vraag me af waarom je melk in een blik moet doen. Wat zit. Oh. Zit ook helemaal bokvol met suiker. Is gewoon zoete melk. Je hebt een scheef lading in mensen die 's morgens zo'n heel vies flesje Yakult 's morgens zo in hun buik gooien. Want dat hebben ze dan op de reclame gezien, dat het aan je darmflora en fauna helemaal fantastisch maakt. En dat je super gezond wordt. En net als Japanners 124. Punt is, er is wetenschappelijk ook bewezen dat het allemaal onzin is. En dit smaakt dus precies naar Yakult. Water met melkpoeder, suiker. Hier staan dan kruiden. Nou, het is een beetje lichtzuurig, dus er zal misschien van een zuur dingetje zitten. Maar meer dan melkpoeder en suiker en water is het niet. Dus als dit nou precies Yakult is, wat zal er dan in Yakult zitten behalve water, melkpoeder en suiker? Precies. Elke ochtend zo'n vies dingetje. Je bent gewoon opgelicht. Fantastisch toch? Nu is de vraag natuurlijk: wie gaat het winnen vandaag?
De melkdrank. Of de bananendrank. De bananendrank in het moeilijke flesje. Met het kogeltje. En de moeilijke opener. En al dat lastige gedoe. Voor een Pijang Ambon zonder alcohol. Licht. Bubbelend. Nou, chemische banaansmaak. Klinkt ook niet zo heel erg. Maar gaat in mijn ogen nergens over. Nu ben ik ook niet zo'n heel erge bananenliefhebber. Ik vind het een beetje een melige smaak. Maar ik zie hem niet. Ik denk als ik dit flesje zo'n beetje leeg heb gedronken, ben ik kots en kotsmisselijk. Dan hoop ik dat ik ook zo'n balletje hier bovenin heb dat het een beetje tegenhoudt. Snap je wat ik bedoel? Japanse melk drinkt, eigenlijk de goedkope variant van het kleintje Yakult, is niet vies. Is wel wat lekkerder dan de bananen. Dus even een kleine resume over, oké. Ja, ik zou er sowieso voor allebei niet de halve wereld over gaan vliegen. Omdat ik denk, nou, ik wil nou in Japan wil ik wel vaker bananendrap en melkpap binnen gieten. Het is eigenlijk allebei ja, niet helemaal mijn dingetje. Maar de banaan, ja, die vind ik eigenlijk gewoon helemaal geen ene moer aan. Banaan, moer aan. Melk is verjaardelijk. Maar laten we eerlijk zijn. Deze, nou, voor de moeite, het moeilijke flesje en alles gebeuren, een 5. Ja, net niet. Deze is het in mijn ogen ook niet helemaal, maar die is wel even lekkerder en drinkbaarder dan die bananen. Dus deze, die krijgt van mij een 6. Het is ook geen 7 waard, het is echt een 6. Nou, in ieder geval zeggen we dan op z'n Japans. Heuken! Het is geen Japans hoor.